De gemeente Voorschoten organiseerde de actie Boomzoektuin. Voor €25 konden inwoners hun eigen boom aanschaffen. De rest van het bedrag wordt vergoed door de gemeente. Volgens de gemeente leveren de bomen namelijk een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. We willen meer bomen, we willen meer groen. Voor de klimaatadaptatie zorgen dat het gewoon minder nat wordt, minder snel overstroomt. Dat Voorschoten een heel nat dorp is. En een van de manieren om dat beter te maken, minder nat, is stenen eruit, bomen erin, struiken erin, groen erin. Want de wortels houden het vocht vast. En dan wordt het wat minder drassig overal in het dorp. Woensdagmiddag kon iedereen die zich had aangemeld de boom afhalen op het grasveld bij het burgemeester van Haarplein. Ondanks dat de bomen voor de meeste mensen wat groter waren dan verwacht, leek het toch een groot succes. We hadden eigenlijk een boom in de voortuin staan, maar die deed het niet goed. Dus ik was eigenlijk al van plan een nieuwe boom te halen. En toen kwam dit langs en ik dacht, nou, dat is wel heel makkelijk om het zo te doen. De wethouder laat weten al na te denken over een volgende bomenactie na het succes van afgelopen woensdag. Iedere keer als we een berichtje uitsturen, dan kwamen er meteen de aanvragen kwamen binnen. Dus dat hebben we 2 of 3 keer gedaan en we zitten nu op 70 bomen. En dat was ongeveer het max wat we van tevoren hadden bedacht. Dus dat is heel snel gegaan. Nou, na dit succes denken we er zeker over of het goed is om dit vaker te gaan doen. Hangt natuurlijk van heel veel zaken af of we dat gaan doen. Maar de inwoners zijn enthousiast, wij zijn enthousiast. Dus de kans is aanwezig.